kijkers van Born My Games en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe episode van Minecraft Duo Survival. En we zijn nu bij een heel mooi biome. Naar mijn mening. We hebben zo lang gelopen, dat wil je echt niet weten. Onderweg zijn we wel varkens en kippen tegengekomen, die hebben we gebakken. Want we gingen echt dood gewoon. Nou, half dat. Ja, want je kan dan niet verder. Ik zie hier al schapen. We gaan schapen. Nee, we moeten... Zijn te veel? Nee. Als het minimaal 6 zijn, dan mag het. Anders gaan we gewoon zoeken. Zijn er al veel. Anders moeten we We laten ze even leven en maken. We gaan eerst eventjes... Een huis maken, gewoon. Echt gewoon een soort van stadhuisachtig iets maken, denk ik. Hout gaan we hier gewoon hakken. Wat als we nou eerst even snel een klein huisje maken, waar we al chest in zetten, waar we gewoon even onze base maken. Volg je mij? En we hoorden ineens iets heel raars en we gingen even kijken wat dat was, maar dat waren mijn lamellen die aan het bewegen waren door de wind. Ja, want weet je, Nederland waait altijd. Ja, die hadden we net even opengezet omdat het hier een beetje warm was. Maar we schrokken ons dood. Maar we gingen een plekje zoeken voor ons huis. En waar dat gaat zijn wordt... We kunnen ook... Gewoon... Volgens mij zag ik een skeleton, ja. Oh, nou dan ga ik die verkeerd toch? Bones, bone meals. Eerder eten, brood. Eerder eten, inderdaad. We kunnen ook gewoon een bomen in een gebiedje weghalen hier al. Ja. En daarvan een hele grote boom maken en daarin wonen. Nee. Te veel werk. Ja. Ja, we kunnen beter gewoon bomen weghalen dat we een grote open ruimte creëren. Alvast, maar dan moeten we... Hier waar ik sta nu, is een beetje open. Ja, een beetje open. Ja, klopt. Dus dan kan je hier kan je wel even chest neerzetten en hoe heet het? En hoe heet het? Een crafting table. Want dan ga ik een pickaxe maken. En dan ga ik iets van het hout dat ik niet heb. Ik heb geen hout. Heb jij sticks of hout? Ja, ik heb hout. Dan zo. Ja, mag ik 2 hout? Ik ga even charcoal maken voor het geval. Voor torches. Ja. Handig. Want hier gaat het echt wel. Ik moet wel eerst sticks maken van die 2 hout eigenlijk zo handig. Ja. Houd jij nog iets over? Nee, ja. Oké, dan maak ik zelf ook sticks. Hier, ik heb hier een X voor jou, Stone X. Yes, cool. Nou, dan gaan we in de nacht hardcore... Parker, nee. Hout hakken. En ik plaats torches voor het geval dat de monsters gewoon... Toch komen? Ja. Je kan precies bij het hoogste blokje hout, het is echt chill. Oké, welkom. Oké, ik heb zo'n... Ja, ik heb staan. Zo. Maar we gaan nu even een open ruimte creëren voor onze stad. Ja. Want we gaan er gewoon een stad maken die gewoon cool is. En die ook helemaal zelfvoorzienend is. Dus ook echt superveel eten en dat soort dingen. Shit. Want dat hebben we gisteren volgens mij van het feit dat we iets van een sfeer zagen. Toch? Ja, op tv. Ja, echt cool. Ja, klopt. We zagen op tv, het was zo'n soort programma. En dan gingen ze laten zien hoe je de hele wereld kon redden als het misging. Of waar je heen kon. Hadden ze van die... Oh, jij bent daar boven aan het werk. Ja, klopt. Hadden ze een sfeer bedacht met allemaal eigen voeding en zo. Dus dat je daar gewoon kon leven zonder dat je iets nodig had. En voor de mensen die weten wat het is, dat is gewoon een hele grote grazen koepel. En daarin leven mensen en daar is de natuur daarin. Met bomen voor... Zal ik gewoon een soort... Wacht. Met bomen erin voor zuurstof en voor hout als je dat nodig had en dat gewoon helemaal zelfvoorzienend was. Ja, dat. En er was eigenlijk, alles was afgesloten van de buitenwereld, dus ook rug niet. Het was gewoon een aparte rug gewoon. Super gezond dus in principe. Ja, en je had verder niks nodig om daar te leven. Behalve buiten. Alleen heel veel geld. Alleen heel veel geld om erin te kunnen wonen. Oh, je gaat het eventjes tactisch doen. Ja. Dat zat ik ook wel aan het denken. We kunnen trouwens, als we die weten te weghalen, deze mushrooms. Ja. Krijgen we mushrooms van, al. En als je dan rood met die witte hebt. En als je dat dan mengt of zo met zo'n ja, ik krijg een bol. Krijg zo'n paddensoep. Paddensoep gebeuren. Paddenstoelensoep. Paddenstoelen, ja. Ja, dat is. Paddenstoelensoep. En als je dat geeft aan een koe. Dan krijgt hij dat, heeft hij ook dat. En dan hoef je alleen maar een bol bij hem te houden. Oh, en dan kan je steeds met... Oh, zo werkt dat. Ja. Ik snap het nooit. Nee, ik ook nooit. Totdat ik een keer een survival keek. Oké, grappig.
Ik wist het niet. We hebben hem een beetje dichtgemaakt. Oké. Hier. We kunnen best... Zal ik een ondergrond gaan maken? Ja, kunnen we zo niet eventjes deze diertjes... Ik wil hier twee houden, dus. Ja, je hoeft ze op zich niet af te slachten ofzo. Nee, daarom. Gaan we ook er twee houden. Zo, even kunnen we wel gewoon ontstappen. Shuffles. We maken even de ondergrond leeg. Voor het oppervlakte van ons huis. Hoe groot zal ik hem nu maken? Even kijken. Oh ja, ik weet niet. Je wilt het mooi. Een beetje in deze stijl van dit gebied hier. Ja, gewoon ook groot. Ja, oké. Okay. Gewoon handig. Gewoon dat we alles een beetje er in het begin mee kunnen doen. Oké, okay. Nou dat komt goed. Ik heb hier hout, dus ik maak nog een nieuwe chest erbij. Zo. Er loopt naar buiten een creeper. Ja, maar die kunnen hier naar binnen komen, toch? Nou, aan één kant is het nog open. Nee, dat heb ik dichtgemaakt. Oh, daar kunnen ze niet naar binnen komen. Oké, okay, top. In de bovenste kunnen we het beste een beetje de bouwspullen doen ofzo. Chest weer. Nee, ik heb hier een chest. De onderste de random shit. Oké. Okay. En in de bovenste de bouwspullen. Oké. Okay. Kipje eten. Even kijken of het 1, 2, 3, 4. Kijk maar of het groot genoeg is. Ja, dat is wel goed. En dit, ja, het ziet er goed uit. Ja, dan vul ik het dan vast met kobbel een beetje. De randen alleen met kobbel. Dat is anders, want dan kan ik makkelijk kobbel bouwen. Oké. Okay. Dus alleen dit. Ja. En dan even kijken. Goed. Want we hebben toch niet heel veel hout alvast. Ja, we hebben al heel veel hout. Ik heb ook nog heel veel hout. Maar wat wordt het dan al? Wat wordt dit gebouwd dan? Gewoon ons huis? Ja. Voor het begin. Gewoon dat we zo goed mogelijk kunnen overleven, denk ik. Oké. Okay. Even kijken. Moet je nog van dat hout hebben? Van dat dark oak wood? Shit. Ja, dat kan. Bij een beetje. Zo, die is ook dood. Die kan er natuurlijk wel inkomen. Ja. Maar als we dit huis hebben, komt dat wel goed. Wil je dat ik anders van die dark oak wood planks op de grond leg? Hier in het midden? Dark ook. Ja, dat is wel cool denk ik. Ja? Denk het ook wel. Ja. Zo. Even kijken. Van die saantje bedenken hoor. Ja, precies. Ik doe allemaal wat. Ja. We hebben nog andere houten. Niet echt. Nee, we hebben niet zoveel. Nee, in het begin hadden we nog wel wat. Maar het is allemaal op. Yup. Oké, okay, top. Ziet er wel strak uit. Strak. Even denken hoor. Ja, verzin jij iets origineels? Kan ik nog iets weghalen hier? Ik zal deze boom anders wel even weghalen. Een beetje. Is goed. Ik zit even te denken. Oké, okay, dit is allemaal goed dit. Moet het huis al heel mooi zijn of mag gewoon even beginnen normaal of een klein huis zijn? Mag gewoon normaal. Oké. Okay. En dan wat ik hier nog even kijken. Mooi het midden. Ja, perfect. Oké. Okay. Zeg maar als ik iets op moet vullen of waar zullen we de deur doen? Hier aan de voorkant? Ja, kijk, want dan maak ik daar. Ja, dat doe ik zo. Weet je, snap wat ik bedoel. Ja, dan maak ik wel even een deur. Even kijken. Dan vul ik het op met... Zo. Kijk. Want waar ik wel aan zat te denken is om hier in het midden. Kijk, ja. Zal ik anders... Gewoon zo... Gaan kijken of we ergens... glas kunnen vinden. Ja, kijk Max, ik wil gewoon hier gewoon dat hier begint met stairs. Zo naar beneden, dat je hier zo'n een soort van mijn... Ondergrondse... gebeuren hebt met een ook mijn al vastgereikt eraan vast. Of dan maken we daar gewoon onder de opslag en dan van daaruit een mijn. Ja, kan ook. Is goed, dan ga ik even zoeken... Ja. Alhoewel het is nacht. Als het zo dag nee, het is, wordt bijna dag. Dag. Het wordt dag. Als het dag is, dan ga ik eventjes naar... water, nou we komen dat van water vandaan hè. Ja. Maar dan ga ik daar naartoe en dan ga ik even kijken of we... of ik glas dus zand kan vinden. En we horen weer wat vreemds. Ik weet niet wat dat is, maar
We horen er continu vreemde geluiden. Het is eng hier. Het is creepy, al is het 2:30 middags, maar dat maakt niet uit. Ja, want dan ben je echt een fucking domme inbreker als je dan nu gaat inbreken. Nou, het gebeurt meer overdag lastig, hoor ik laat, maar... Zou ik nu achter je, weet je wel, zo van, hey motherfucker. Ja, precies. Totdat het echt gebeurt. Het zou wel een top viral video worden waarschijnlijk. Ja. Er gaan echt wel 10 miljoen views op z'n minst. Op z'n minst. Heel Nederland ligt plat. Ja. Oké, even denken hoor. Oké, het is nu dag, dus ik ga nu eventjes kijken. Ja, en ik ga eventjes Ik zal even wat spullen hier laten. Wat was de indeling van de chest ook weer? Boven bouwspullen, onder rennen? Ja. Ha, dirt ging bouwen toch? Nee, ik zie het wel als bouwen. Want je kan er een constructie omheen bouwen, dus. Het zou kunnen. Ik ga ook goed verzamelen, want daar wil ik de muren mee maken. Oké, succes. Ja, bedankt. Oh, er staan hier wel ook goed dingen tussen. Er staan hier allemaal creepers. Ja, laat ze niet ontploffen. Oh shit, er strintje achter je aan. Ja? Ja. Ik doe het pakje snel. Dat is wat jij snel noemt, hè? Ik noem Robben snel. Zand gevonden. Oh, dat is eentje ontploft trouwens. Hoor dat. Het zit er helemaal onder, joh. Ja, het zit er echt heel veel. Ja, maar Robben is ook gewoon snel. Ja, gewoon 70 km per uur. De WK-show zal binnenkort ook weer komen. Omdat we door zijn. Omdat we door zijn, ja. Voor de mensen die het willen weten, hij komt er dus weer aan, denk ik. Hopelijk. Als we greenscreen op kunnen zetten, dan komt hij binnenkort weer. Oh. Oh, ik ben aan het doodgaan hier. Ik ook, man. Er zitten hier veel creepers. Oh, ik ben aan het doodgaan van water. Ik verdronk een soort van. Meen je die? Ja, maar ik leef nog. Dat hele gebied gaat hier echt naar de grote, hè? Ja, oh, ja, het helpt alvast een beetje de bomen weg te halen. Is 38 zand genoeg? 38 zand, ja hoor. Kan ik jouw huis nog terugvinden? Ja hoor, gewoon binnen. Ik zie het alvast wel ergens staan toch? Ik weet niet of ik de goede kant op ga. Nee, ik ook niet. Daarom. Aangezien het ook niet echt opvalt van boven ofzo. Hé, hey, naast ons zit een ander soort biome. Ha? Hills of zo toch? Ik weet echt niet waar het is. Even kijken. Ja, daar denk ik. Denk ik ergens. Weet niet. Wat zijn je coördinaten? Zo kan ze ook naar boven komen. Ja, ga je op het dak staan. Stop. Het is net oerwoud, joh. Maar ja. Die biome bedoel ik. Allemaal kobbel en zo. Oké, okay, ik pak even wat hout erbij voor je. Even omhoog. Bouw omhoog. Oh, ik zie jou. Ja, oh, oké, okay, ik zie jou. Ideale manier dit. Ja, Trevor gaat wel lekker snel via het dak. Ja, dat wel. Als moeten ze zo'n soort hangbrug, iets snel over heel het gebeuren heen maken. Ik was best wel ver weg eigenlijk. Ja. Nou, daar is het. Ik ben nog hout aan het verzamelen. Hoe komen we terug dan? Nou ja, dat probleem had ik dus ook. Maar anders komen ik spin ook binnen en shit. Ik ga glas smelten. Oké. Okay. Met charcoal, kan dat? Ja toch? Ja hoor. Er zit eentje in zeker nog. Dan gaan we onze volgende episode wel weten te mijnen. Ja. Sowieso. Dat is handig. Ja, denk ik. We hebben toch genoeg eten. Waarom kan dark ook niet branden? Andersom. Ik wou net zeggen. Nee, dat kan ook niet. Oh ja, sorry. Oké, dan gaan we weer charcoal maken. Ja. Mooi. Het gaat allemaal lekker soepel. Lekker snel. Yep, best wel. Het huis vordert ook aardig snel. Glas is ook aan het... Waar wil je glas hebben? Weet je dat al? Nee, ik ben even okay. Niet aan het doen en dan heb ik hout. Ik wil wel glass paints, weet ik wel. Ja, dat doe ik ook, want dan kan ik veel meer. Ja, daarom. Veel meer. Dat is over nagedacht. Ja. Even wachten. Zijn vergeten de stopwatch aan te zetten. Ja, dat heb ik ook gemerkt. Dus ik weet niet hoe lang we nu bezig zijn. Te lang. Ach ja, maakt niet uit toch? Anders split hem gewoon door tweeën. Kan ook. Ik heb hier al glass paint. Oké, ja,
je kan wachten en maak meer, doe iets nuttigs. Zou ik zeggen. Ja, dat is een goeie. Even denken hoor, wat zal ik eens gaan doen? Ik kan gaan minen. Kan. Of niet. Zal ik hier even die vloer weghalen, dat je hier een mine kan naar beneden kan gaan met de trap? Ja, ik kom eraan, ik ben er. Even kijken. En dan pak ik eventjes wat hout en dan gaan we lekker wat bouwen. Zo. Je wil hier een trap in, toch? Ja, ik weet niet of... Van dat donkere hout? Ja hoor. Oké. Okay. Ik speel de laatste GKN modpack eventjes. Ja? En daar zitten al die nieuwe sleepmanieren in van... bijvoorbeeld als je iets aan het maken bent. Zit er nog niet in. Zitten er nog niet in. Dat is kut, hè? Zeker. Oké, even kijken. Gaan we weer dit doen. Kan je een beetje van het donkere hout naar beneden gooien? Ja, dat kan. Dank je. Oké. Want anders kan ik... Ik kan er namelijk niet uit. Handig. Oh, dat was één glaspane. Ik ken dat nog meer dan houtverspilling. Of glasverspilling. Klopt. Oké, ja, dat ziet er goed uit. Ik moet even hout pakken. Oh ja, voor de mensen die het willen weten, die scheids van Nederland, Australië, ja. Mag niet verder. Nee, die is soort van geschorst door de FIFA, omdat hij onterecht penalty gaf en omdat hij slecht floot. Ja, dus je weet zijn naam. Dus niet straffen, want hij wordt toch al gestraft. Ja, dat moet toch. Dan zijn wij weer aan het spraakwip en zo. Want duur een advocaat in de muur is dus altijd. Zo duur. Ja, echt zonder ons geld. Yep. Nou, mooi hè, dit. Wat op hier. Het huis wordt ook mooi. Zal ik het in die gaten opvullen met glas? Ja. Want als je, dan snap je ook gelijk een beetje. Want aan deze kant komen dan bijvoorbeeld kun chesten en furnaces komen. En dan de rest. Gewoon dicht. Gewoon gras, iets gewoon mooi. Yep, is goed. Dan ga ik even mijn laatste glas aan. Nou, ik heb nog heel veel glas erin zitten volgens mij. Deze. Oh, het is niet op. Nee, top. Even kijken. Zo. En dan pak ik alvast dit dingetje en ga ik hem binnen zetten. De keukentables staan vast binnen. Oké, ja, we kunnen even alles naar binnen verhuizen en dan denk ik dat het wel goed genoeg is voor deze episode. Ja. We hebben best veel gedaan weer. We moeten alleen nog een dak op en dan... of we kunnen nog wel een verdieping maken. Kan, als we... Het lijkt een beetje op ons huis van die ene server van... waar wij begonnen met onze servers gebeuren van de... Vitamin hadden we gedaan. Ja, klopt. Inderdaad. Die toen na 3 episodes de wereld corrupt was. Ja, toen de wereld corrupt was, was klaar. Ja. Oh, het ziet er best wel mooi uit. Ja, hè? Ja. Goed gedaan, hè? Yep. Ik vind het nog leuk, als ik wil, kan ik nog even een heel leuk detail maken. En ik weet het leuk vindt of mooi vindt. Ik weet niet of jij het zonde vindt. Ik weet het niet, ik zal het zien. Trapdoors. Ja, boy. Maak het helemaal af, hè? Ja, daarom. Ja, dat vind ik wel mooi. Ja, kijken. Ja, we zien wel. Toch? Ja, ik vind het prima. Even kijken hoor. Gaan we de chest naar binnen verhuizen? Nee, ik denk dat het wel lang genoeg is. Voor mij zijn we echt nog heel lang bezig. Ja, voor mijn gevoel ook. En dan hoop ik dat jullie een leuke episode vonden. Like de video even. En dan zien we jullie de volgende keer weer bij episode nummer 3 van de nieuwe leuke duo Survival. Later.